Niet alleen boven ons land, maar ook boven de Noordzee zien we veel bewolking en daar krijgen we vandaag mee te maken. De dikkere witte plukken, dat zijn pittige buien en die trekken van tijd tot tijd over ons land. Dat kunnen echt pittige exemplaren zijn met kans op onweer, hagel en ook met name aan zee zware windstoten. De wind draait vanochtend naar het noordwesten, neemt dan ook in kracht toe en wordt uiteindelijk aan zee hard tot vanmiddag stormachtig. Soms kan dus de wind eventjes tippen aan stormkracht en dan vanzelfsprekend komen er zware windstoten voor. Verspreid dan ook buien, tussendoor af en toe zon en temperaturen rond de graad of 8. Vanavond dan wordt het vanuit het noordwesten droog, het klaart ook vaker op en geleidelijk neemt de wind in kracht af, maar blijft nog lang krachtig of hard aan zee. Vannacht daalt de temperatuur lokaal tot rond het vriespunt als het rustig wordt. Morgen start op veel plaatsen rustig, weinig wind, met name in het oosten zonnige periode. Het blijft tot de avond droog, maar uiteindelijk neemt de bewolking toe. En met name s'avonds valt er weer regen en gaat het harder waaien, bij maxima rond een graad of vijf. Ook de komende dagen is het vaak nat, maar er zijn ook een aantal rustige perioden met nu en dan zon. Wanneer het regent, kan het ook flink waaien. Met name de woensdag en de donderdag kunnen aan zee onstuimig zijn. Mijn naam is Wilfried Janssen en ik wens u nog een fijne maandag.